nooit genoeg. Eerst was er nog een hupsje. S'nachts lag er in maanlicht een eitje op een mat. Een heel klein eitje. Toen werd het zondag en toen vroeg het ei een heel klein rupsje. Die was nog klein. En de zon scheen en het rupsje kwam uit het ei. Of uit het eitje. En het rupsje ging op zoek naar eten. Op maandag ging het rupsje een appel eten. Wie heeft de appel? Is dat de appel, Maaike? Oh ja, daar, goed zo. Geef hem maar aan de rups. Goed zo. En hoeveel appels zijn dat, Maaike? Eén appel, heel goed. Ga maar weer zitten. Op dinsdag, wat ging hij toen eten? Een peer. Eén peer? Nee, twee peren. Ja. Wie heeft er twee peren voor de rups?